Yo mensen, Jaraski hier, welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Call of Duty Black Ops 3 video hier natuurlijk op mijn kanaal Ras Gaming. Vandaag gaan wij eens eventjes kijken naar een paar van mijn statistieken. Want, zoals je in de game kan zien, zie je hier gewoon mijn statistiek op dit moment. Ik ben level 966, nou ik wil natuurlijk nog steeds die level 1000 halen, dus daar gaan we ook nog steeds mee bezig. Maar, op het moment dat jij op je combat record drukt, dan zie jij bij public staan jouw deadliest, oftewel jouw vaak gebruikste wapen. En voor mij is dat persoonlijk de Kura met 25.670 kills, wat natuurlijk echt gewoon een insane getal is. Ik heb er 25% accuracy mee, wat natuurlijk inhoudt dat ik 1 op de 4 kogels die ik schiet ook daadwerkelijk raak schiet op een vijand. En van de 25.000 kills heb ik nog eens afgerond 2400. 100 headshots. Dus ook 1 op de 10, 1 op de 11 kills zijn een headshot. Dus wat we vandaag gaan doen, is we gaan met mijn meest gebruikte, mijn deadliest weapon, een Call of Duty potje spelen. En daarvoor moeten we natuurlijk nog wel even een class aanmaken. Dus als we naar ons class systeempje gaan, dan hebben wij de perks al staan. Namelijk Afterburner, wat natuurlijk super chill is, want je kan heel veel springen. Fast Sense, wat natuurlijk super chill is, want je kan sneller inzoomen na het sprinten. En dit wat natuurlijk super chill is, want je haalt sneller je scorestreaks, de UAV, de counter UAV en de lightning strike. En het tactical mask wat natuurlijk inhoudt dat je geen last meer hebt van flashbangs, shock charges en concussion granaten. Dus we hebben nog 5 punten over om onze class te maken. Nou, dan kiezen we sowieso voor ons prachtige Kudaatje, wat overigens ook gewoon nog steeds een van mijn lievelingswapens is. Toen de game net uit was gekomen, was een van mijn lievelingswapens. En nu Call of Duty al langer uit is, al heel lang uit is, is nog steeds een van mijn lievelingswapens om er echt gewoon lekker mee op af te rennen. Maar dan hebben wij nog 3 attachments die we kunnen kiezen. Dan kies ik sowieso voor rapid fire, zodat je net even iets sneller schiet. En op de Kuda heb je ook er helemaal geen last van of iets dergelijks. En dan wil ik een keer wat anders gaan kiezen. Dus zullen we gaan voor stok? Wat heel raar is, want stok dat gebruik je eigenlijk nooit op een submachine gun. En stok dat helpt erbij dat je sneller heen en weer kan bewegen terwijl je ingezoomd bent. En zullen we nog iets raars doen gewoon? Weet je, er is niet heel veel raars meer. Ik wou nog iets raars kiezen, maar er is niet heel veel raars meer. We gaan gewoon voor Fastmax, ja. Kunnen we gewoon lekker snel reloaden. En natuurlijk nog een mooi cambootje erop. Dan gaan we voor de... Ja, ik heb er mega veel gewoon. Voor de haptic cambo. Die ziet er wel sexy uit. Dus wat ik ga doen, is ik ga een pakje joinen met deze prachtige class. Het is een beetje een rare class, maar we gaan wel kijken of we een mooie score kunnen gaan droppen. Gaan we dan jongens in ons prachtige Team Deathmatch potje. Het is nou niet echt de juiste map voor deze Kuda, maar... Het is ons meest dodelijke wapen. En dan moeten we natuurlijk nu... Oeh, er zit er sowieso in achter me. Dan moeten we nu natuurlijk ook eens eventjes... Je zat te wachten, hè? Ik zat ook te wachten, bro! We zaten gewoon kaart op elkaar te wachten, jongen! Oh, ongelooflijk. Maar ja, is niet erg. Af en toe hoort een beetje wachten er natuurlijk ook wel bij, maar... Het is goed afgelopen, daar komt het om neer. Maar het is natuurlijk niet echt de juiste map voor de Kuda. Dat weten jullie zelf ook wel, want het is natuurlijk een grote map, de map Infection. En Assault Drivers die domineren hier eigenlijk wel ook het hardste. Maar, wij moeten gewoon de meeste kills gaan droppen. Het is ons meest dodelijke wapen. En dat gaan we eens even laten zien ook. Dankjewel, by the way, teammate. Demo KIA. Niet daar gaan staan, jongen. Dat is één vies... Oh, staat er nog één volgens mij. Ik ben een beetje aan het campen, ik weet het. Sorry. Ik count jullie even. Teammates, kom hier. Teammate, kijk deze kant op. Ik heb een UAV geroepen. Oh, dit gaat niet goed. Oh, die gast is bijna dood. Ik zweer, ik weet niet wat die teammate van me aan het doen is. Maar hij kijkt letterlijk nog steeds de verkeerde kant op. Oh, wat een poep aim. Hij kijkt nog steeds de verkeerde... Hij zit nog steeds daar naar het sneeuw te kijken. Terwijl op een minimap... Ah! Ze toch echt ergens anders stonden. Dus ik weet niet waar hij mee bezig was. Maar hé. Hey, niet iedereen... Pff, zit natuurlijk zo goed op te letten. Daar kon ik eigenlijk niks aan doen. Ik was daar gespannen, maar blijkbaar de enemies ook. Dus dan sta je daar met z'n tweeën naast elkaar. Ja, als ik het niet weet, dan kan ik hem natuurlijk ook niet zomaar... Jij vieze camper. Dan kan ik hem natuurlijk ook niet zomaar killen. Maar je ziet het jongen, die Kura... Ik weet niet wat het is... Maar heel veel mensen vinden de Kura niet het fijnste submachine gunje in de game. Maar gewoon qua de normale wapens die natuurlijk al sinds de release erin zitten. Is de Kura toch echt wel mijn favoriete submachine gun hoor. Dat ding dat schiet zo ongelooflijk fijn. En het punt met de Kura is ook dat die
best wel goed. Niet natuurlijk als de beste, maar best wel goed. Ook op lange afstanden kan schieten. En dat vind ik wel echt gewoon een van de grootste pluspunten met dit ding. Jij vieze camper! Jullie zitten met z'n drieën in een poephuisje! Welkom in Black Ops 3. Oh, wat een stikdier, jongen. Ik zweer het je. Dat is toch niet normaal? Kom hier even naar buiten. Ik geef 3 seconden, dan ben ik weg. 3, 2... Oh, wacht. Ik heb sok aan staan. Dan beweeg ik zo snel. Kijk, lekker bezig, teammate. Ja, dit is echt irritant. Ze zitten... Wacht, we gaan omlopen. Ja, gaan we dit doen? Maar we doen het met z'n tweeën, bro. Kom op. Kom met mij mee. Oké, dat is 1. Maar wacht, het gaat niet werken, by the way. Ik kan daar wel heel leuk gaan omlopen, maar het probleem is... Ze weten sowieso al dat ik hier ben. Uh-oh. Ik sta achter de steen. Ik ben bijna dood. Ik ben een steencamper. Komt hij? Zag je hem? Zag je hem? Hij komt er aan. Oh! Lucky kill! Spant hij nu hier? Nee, oké. Okay. Ah, ik heb recht te houden! Dit voor je! Jullie zitten nog steeds met z'n allen in dat huisje, hè? Oh, dit is ongelofelijk! Uh-oh. Hoeveel sta ik? 19-4 staan, maar we staan serieus gewoon goed. Alleen die campers, jongen. Ik dacht dat ik al dood was. Ahmed, ik dacht dat ik al dood was, bro. Ja, dat is altijd wel jammer. Als dat soort dingen gebeuren, het gebeurt heel vaak in Call of Duty. Je kan er geen reet aan doen. Oh, waar zit die gast? Waar zit voor me? Letterlijk voor me. Hier voor je. Oh, dat was Ahmed niet. Waar is Ahmed dan? Bro. Ik weet niet waar die heen is. Ik hou achter me. Oei, joh, dat was hem. Oei, joh. Dat scheelde ook niet veel, hoor. Alleen, ze zitten nog steeds daar te campen, jongen. Ze gaan niet opgeven, hoor. Deze... Oh, oei, joh. Deze mensen, ik zweer het je, die gaan... Ja, ze gaan niet opgeven. Mijn teammate heeft ze volgens mij. Heb jij ze, bro? Als Glenn ze heeft... Nee, ze leeft nog steeds. Hij leeft nog steeds. Is hij... Oh, dat scheelde niet veel, ouwe. Hier, jij visserik. Opgesodemieterd nou, joh. Oei, joh, hij zat er al heel potje, hè. Het is niet normaal, jongen, dat soort mensen. Als je iets niet wilt tegenkomen... Oh, hij staat daarachter, zag je hem? Als je iets niet wilt tegenkomen in Call of Duty, zijn het dat soort spelers, joh. Dat is niet normaal. Maar ja, helaas, pindakaas. Ik ben er kwijt. Ik ga ook niet achter hem aan. En dan ben ik heel de map aan het rennen voor één iemand. Zo, die wilde me rippen, joh. Ah. Maar ik denk dat die Lomba Mokro de gozer is die... Die ik achterna aan het lopen was. Want hij is helemaal door het midden van de map gerend. Hij leeft nog, hè? Ja, hij leeft nog. Ik wil graag hier langs, maar... Ze zitten weer ergens te campen. Dat is nu mijn probleem. Ik weet. Ik weet. Die stok is eigenlijk best wel relaxed, ouwe. Ah, dankjewel. Ze zitten nu in de kerk. Ah, dit ga je niet mailen, joh. Wat de pussies. Die gozer zit nu met zijn hive in de kerk. Please kill him. Doe wat je moet doen. Maar kill die camper, ouwe. Hij leeft nog. Is hij neer? Ja, hij is nu neer. Dankjewel. Dan hoef ik er ook zelf niet in te rennen, namelijk. Die stok... Kijk maar die stok, jongen. Ik gebruik nooit stok op submachines. Want je hebt er verder niet heel veel aan, eigenlijk. Maar ik moet je zeggen... Dit speelt eigenlijk nog best wel lekker. Alleen... Je zit weer in dat huisje. Ah, dat ga je niet menen. Jammer, vriend. Ik wist... Oh, teammate! Teammate! Help me! Teammate, please. Ze komen hier binnen. Kijk uit! Ik kom je helpen. Oh, dat was één ding spray, ouwe. Oh, nee! Die staat er ook al heel de tijd, joh! Ik ga heel veel zitten, hè! Oh, ik ga heel veel zitten, maar we staan voor. Niks aan de hand. Kan gebeuren, jongens. Oké, die is wel dood. Goed zo gedaan, jongens. Ja, ze zitten daar weer. Ik kan er gewoon niet door het midden rennen. Ze zitten er weer, hè.
Oh, dat weet niet. Oh, we moeten ze killen. Teammates, ons doel is kill de campers voordat het potje is afgelopen. Dat vind ik wel mooi namelijk. Oké, hoe moeten we dit doen dan? Die is sowieso neer. Oh, die heeft volgens mij een M8 event. Volgens mij heeft die gewoon... Ah, dat was de M8. Die andere had dan een submachine gun. Ik wist het niet zeker. We staan nog voor. Maar we moeten het wel gewinnen, teammates. Ik weet dat we kunnen geen zak, want ze zitten allemaal erachterin te campen. Maar we moeten het toch echt doen. Teammate. Ja, je hebt hem goed gedaan. Dan denk ik dat hij gaat omlopen, anders komt hij via... Nou, dat denken, dat is in ieder geval... Die stok, ik zweer het je, ze weten gewoon niet meer waar ze me moeten raken, joh. Ik beweeg zo snel heen en weer. Dat ze me zo goed als niet meer kunnen raken, gewoon. Het is echt niet normaal, joh. Het is best wel chillen attachments op die manier. Dankjewel, er zitten er nog meer. Maar of die hun hoofd gaan laten zien met een stomme gecamp, dat weet ik niet. Dus ik blijf even liggen. Oh my god, je schiet me gewoon vanaf dat raampje, joh. Je bent een mafketel. Er liggen allemaal hives. Ik kan ook gewoon niet naar binnen. Ik sta er ook in één. Hij is zelfs hier liggen. Nee, nu gaan we verliezen. Ah, oh, dit ga je niet meenemen. Als we hierdoor verliezen, dan word ik echt boos. Teammates, ik zweer het je. We mogen dit niet verliezen. Dankjewel. Oh, ik dacht chill, weet je. Ik kan even omhoog springen door het raampje in. Maar zelfs daar hadden ze hives neergelegd. Ze zaten gewoon heel het potje in dat stomme huisje, joh. Een paar liepen er wel op af. Daar niet van. Maar ik had zoveel kills kunnen maken. Maar alsnog... De Kula is my deadliest weapon. En in dit potje hebben we dat wel laten zien. Want met één kill verschil hebben we de meeste kills in de lobby. Eén kill verschil. Anders hadden we echt hard gefaald, joh. Maar we moesten die campers pakken. En sowieso was het nou niet echt een map voor de submachine natuurlijk. Maar ik wilde gewoon die campers pakken. Maar je kon gewoon niet naar binnen. Er lagen overal. Maar ik had overal hives. Overal. Maar het was wel een mooi potje. Dus mocht jullie hebben genoten, mensen, ram natuurlijk zo'n subscribe op like. Nou, bedankt natuurlijk allemaal voor het kijken. Bedankt natuurlijk allemaal voor de support. Ik hoop dat jullie het vet vonden. En tot de volgende keer. Bye bye.